Hoe maak jij nou toch je lessen close reading? Nou, ik had beloofd er een reel over op te nemen, dus bij deze. Wat je me helemaal in het begin zag doen, is het thema van het boek opschrijven. Het thema waarvan ik denk, nou daarbij kan ik dit prentenboek goed inzetten. Kikker vindt een vriendje, vind ik perfect voor een nieuw schooljaar of een nieuw kalenderjaar. En bij het thema vriendschap, dus dat heb ik voor ingeschreven. Voor sessie 1 weet ik eigenlijk altijd wel wat ik wil gaan doen. Sessie 1 is redelijk beperkt. Je kijkt naar het verloop van het verhaal in grote lijnen. Wie spelen erin? Waar speelt het zich af? En dat is het wel een beetje voor sessie 1. Dus die sla ik in mijn voorbereiding eigenlijk altijd over. En ik ga vooral vragen bedenken voor sessie 2 en voor sessie 3. Bij elke bladzijde die ik lees bedenk ik een vraag. Of kijk ik of er een vraag in me opkomt. Ik schrijf een 2 of een 3 op. Naar gelang het passend is voor sessie 2 of voor sessie 3. Daarachter zet ik de vraag en ik zet ook het antwoord erbij. Want hoe handig is het dat je niet alleen de vragen voor je lesvoorbereiding hebt, maar ook de antwoorden. Dat is zeker handig wanneer de kinderen met een antwoord komen wat jij misschien niet verwacht had. Wat staat er in de tekst? Altijd tekstgerichte vragen. Op die manier ga ik aan de slag. Ik zet het over in mijn lesvoorbereiding. En dan tadaa!